In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het derde kroonjaar is 170 jaar Portugese immigratie in Suriname, morgen 15 augustus. ATV brengt u een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken ook dit kroonjaar wordt belicht. Vandaag in onze eerste editie vertellen wij u over de geschiedenis van de Portugese immigratie in Suriname. Het verslag is van Richelle Macnak. De eerste groep Portugese immigranten uit Madeira kwam aan in Suriname op 15 augustus 1853 met het schip Maravilha. De groep was in feite op weg naar Demerara in ons buurland Guyana. John dos Ramos, initiatiefnemer van de activiteiten in verband met 170 jaar Portugese immigratie, vertelt dat sinds 1835 er sprake was van een regelmatige stroom uit Madeira naar Guyana. Aanleiding was de afschaffing van de slavenhandel en ook in aanloop naar de afschaffing van de slavernij. Portugese immigranten die veel kennis droegen van de suikercultuur moesten in 1853 uitwijken omdat in Guyana gele koorts woedde. Aangezien de mensen hun gesteldheid na 41 dagen met een zeilboot over de Atlantische Oceaan gekomen zijn, dat het niet zo goed was, heeft men besloten om uit te wijken naar Suriname, want die mensen zouden het absoluut niet overleven als ze in Demerara aankwamen met die gesteldheid en gele koorts. Dus daarom zijn ze in Suriname aangekomen. Dus het waren totaal 124 mensen en het koloniaal bestuur van het Nederlands koloniaal bestuur, dat eigenlijk is de afschaffing hier 1863, dus ze zijn eigenlijk 10 jaren daarvoor gekomen. Natuurlijk wisten ze ook wat er zou gebeuren. Dus het Nederlands koloniaal bestuur heeft natuurlijk met beide handen aangegrepen van hey, we hebben werkers die willen werken op de plantages. Zo hebben ze de mensen een contract aangeboden. 15 augustus gearriveerd, 19 augustus 1853 hebben de mensen een contract om te werken. En de mensen zijn verdeeld geworden over 3 plantages, Susanasdal, Katwijk en Boksel. Dos Ramos zegt dat in het contract aan Portugese immigranten dezelfde voorwaarden waren opgenomen als die van de immigranten in Demerara. De mensen die met het eerste schip van 1853 naar Suriname kwamen, kregen een contract voor 2 jaren. Andere groepen Portugese immigranten kregen een contract voor langere duur. Het tweede schip komt in 1854 en daar hebben ze wel veranderd en ze hebben het contract dan voor 3 jaar gemaakt. Het tweede schip nog meer schepen gekomen met een Portugese immigranten? Er zijn tot 1864 zijn er schepen gekomen. Of hoeveel precies het gaat, moeten we nog echt uitvinden in het Nationaal Archief. Waardoor we eigenlijk precies gaan weten hoeveel mensen uiteindelijk zijn gekomen. We hebben te maken met mensen, dus je kan niet zeggen, ik denk 500 zoveel. We willen toch precies weten, want als we het nagaan van wat één persoon aan nalatenschap en nazaten heeft, is het heel veel. Dus we mogen eigenlijk geen enkel persoon over het hoofd zien. We moeten echt de juiste aantallen hebben. Na de contractperiode zijn enkele van de Portugese immigranten teruggekeerd naar Madeira. Zij die zijn gebleven in Suriname hebben zich voornamelijk gericht op de handel. Vermeldenswaard is dat er ook vrije immigranten uit Madeira naar Suriname zijn gekomen. Sommigen hebben hun rijkdom meegenomen en hebben panden gekocht hier. Zijn met business begonnen. Van mijn overgrootvader weet ik dat ze winkels hadden. Ze verkochten Madeira wijn, dat is een van de bekende. Ze verkochten rietemanden. En hij verzorgde ook tours en boottrips. En we hebben zelfs een vergunning van hem gevonden waarbij een autodienst een taxibedrijf heeft opgericht. Dus ik weet niet of dat de eerste is. Maar in ieder geval heeft met 2 auto's die taxi gereden en die auto's hadden nummer 30 en nummer 31. Dus er waren toen niet zoveel auto's in Paramaribo. Dus ik denk dat hij een van de eerste moet zijn die met de taxidienst is begonnen. Dus zo hebben ze in feite overal in elke sector hebben ze eigenlijk een beetje hun job gedaan. Maar het waren overgrote deel waren ze in de winkel, in de handel. Volgens Dos Ramos zitten nazaten van de Portugese immigranten na 170 jaar ook nu in elke sector binnen de maatschappij. Zij zijn intussen zodanig geïntegreerd in de Surinaamse samenleving, waardoor de nazaten heel vaak gemengd zijn met andere bevolkingsgroepen.
Ook op het gebied van sport doen de Portugezen het goed. Dos Ramos zegt dat met de herdenking van 170 jaar de nazaten dichter naar elkaar groeien. Voor Dos Ramos is het belangrijk dat elk individu zijn afkomst kent en dit een plek krijgt in de historie.